Ik gebruik vaak de zin: kan ik beschikbaar zijn voor de situatie zonder een claim te leggen op de uitslag? En daar kreeg ik een vraag over van iemand die dat las. Die zei: John, maar kan ik dan helemaal niks doen? Beschikbaar klinkt als niks doen. Nou, het woord beschikbaar is interessant, omdat met mijn mind wil ik altijd iets. Hoe zou het zijn om beschikbaar te zijn? Dit is voor mij beschikbaar, hè? Open. Beschikbaar voor een situatie, beschikbaar voor een feestje, beschikbaar voor een gezinssamenstelling, beschikbaar voor een angstaanval, beschikbaar voor een aanval van vreugde. Dus openen en niets willen met de mind. Gewoon kijken wat er toevalt. Dus kan ik, hè? Dat is de beschikbaarheid. En dan het tweede deel van de zin is zonder een claim te leggen op de uitslag. Dus kan ik beschikbaar zijn in vrijheid? Of wil ik wel dat het uiteindelijk wordt opgelost? Of dat het weggaat? Nee, daar niet mee bemoeien, John. Hoe het zich ontvouwt, zo ontvouwt zich. En als ik er een claim op wil leggen, dan wordt het weer kokervisie. Dus kan ik beschikbaar zijn voor de situatie zonder een claim te leggen op de uitslag. Maar John, kan ik dan helemaal niets doen? Nou ja, je kan zeker wat doen. Er zijn vier dingen die je kan doen. Eén is kijken naar onderscheidingsvermogen. Wat is waar en wat is niet waar? Wat is eeuwig en wat is tijdelijk? Dat geeft al enorme ruimte in wat zich aandient. Tweede is onthechten. Onthechten van verlangen. Over ideeën en situaties. Dus niet onthechten van, ik heb geen lekkere kussentjes meer op de bank. Nee, onthechten van ideeën over hoe het eruit zou horen te zien. En wat iemand wel of niet zou mag zeggen of kan zeggen. Dus onthechten aan ideeën en situaties. Dat is inzet. Bij inzet kan je jezelf checken. Hè? Hoe groot is mijn inzet om dit voor elkaar te krijgen? Wil ik wel een beetje zelfonderzoek doen, maar ik ga gewoon door met mijn drukke leventje. Ik doe dat zelfonderzoek er wel even bij. Ja, dan krijg je een inzet met een cijfer van 4 of 5. Een inzet met een cijfer van 7, 8 of 9. Hè? Dat is een brandend inzet. Brandende inzet. Dat voelt ongeveer als een enorme dorst. Dat je een hele dag niets gedronken hebt en het is heet. En dat je een enorme dorst hebt aan een glas koud water. Of het gaat om dat verlangen. Het is ook nog even goed om te zien dat die inzet niet... Het is niet voor iets tijdelijks. Hè? Van, oh, als ik eerst maar een leuke vakantie heb, want vakantie is tijdelijk. Nee. Het is een inzet voor iets groters. Voor een 2.0 versie van mezelf. Dat is een grotere inzet. Voel je dat? Ik wil op vakantie. Is een klein ding wat begint en eindigt. Een grotere inzet, een volwassener inzet, is een 2.0 versie van mezelf. Dus dat is goed om te zien en daar ook realistisch in zijn. Hè? Dat ik het er gewoon wel even bij wil doen, maar niet, ik wil niet alles aankijken. Echt die diepe krochten wil ik liever niet aankijken. Dus dat is over inzet. En die vierde is verlangen. Hoe groot is mijn verlangen? Wil ik echt een 2.0 versie van mezelf? Hè? Wil ik dat echt? Nou, die vier dingen kan je dus doen. Onderscheidingsvermogen. Onthechten van ideeën en situaties. Mijn inzet en mijn verlangen. Die vier dingen kan je dag en nacht oefenen. In een beschikbaarheid. Nou, ik hoop dat het duidelijk is en anders hoor ik het graag van je.